Bij elke keuze die we maken, of het nou om onze boodschappen gaat of op de producten die we in de badkamer gebruiken, kijken we hoe we zo min mogelijk afval erbij kunnen creëren. Daardoor kiezen we dus voor onverpakte producten. Die zijn vaak biologisch of seizoensgebonden of lokaal. Als het om badkamerproducten bijvoorbeeld gaat, kiezen we meer voor echte natuurlijke producten, zoals een blokzeep in plaats van een handpompje. Een groot voordeel, zowel op het gebied van gezondheid, maar ook je portemonnee, is dat je veel minder zakjes en pakjes en dat soort dingen gebruikt. In plaats daarvan maken we het gewoon zelf. Daarbij hebben we altijd twee regels. Het moet heel snel en heel makkelijk zijn, anders gaan we voor een alternatief zoeken. Er zijn zulke grote problemen die eigenlijk haast onoplosbaar lijken. En hier kun je gewoon vandaag mee beginnen. Dus je hoeft niet te wachten tot er iemand is die die problemen gaat oplossen. Begin gewoon ergens. Kijk of je het leuk vindt, of je het volhoudt. En ga dan steeds een stapje verder. Toen we een paar jaar bezig waren met die hele Zero Waste Lifestyle, toen merkten we ook dat we eigenlijk gewoon veel gelukkiger zijn geworden hiervan. We merken dat we gewoon veel makkelijker keuzes maken, dat we veel meer achter onze keuzes staan en dat dat heel veel rust geeft. En dat we ook doordat we deze hele nieuwe lifestyle aangegaan zijn, heel veel nieuwe plekken hebben ontdekt, heel veel nieuwe mensen hebben ontdekt. We kennen degene die ons brood maakt, weet je wel, en dat maakt het echt veel leuker om ook gewoon met die eigenlijk saaie dagelijkse dingen bezig te zijn. We nemen gewoon onze eigen herbruikbare zakjes mee als we naar de winkel gaan. Thuis doen we het over in glazen potten. Als we natuurlijk natte ingrediënten zoals bijvoorbeeld olie of dat soort dingen hebben, dan doen we wel een pot. Toen we dat onder de knie hadden, toen liepen we onze badkamer in en toen dachten we, hey, hier valt ook nog echt heel veel te veranderen. Dus toen zijn we gaan kijken hoe we daar de verpakkingen konden vermijden, maar ook hoe we plastic in producten konden vermijden. Bij Zero Waste hanteer je eigenlijk al je keuzes naar aanleiding van de 5 R'en. Refuse, reduce, reuse, recycle en rot. Dus je gaat eerst kijken of je kunt weigeren wat je niet nodig hebt. Plastic verpakkingen, maar ook papier, ongevraagde freebies. Daarna ga je verminderen, dus heb je echt een heel pak met 20 rietjes nodig. Of kun je gewoon één rietje pakken wat je kunt hergebruiken. Daarna heb je reuse. Het beste voorbeeld daarvan vind ik bijvoorbeeld een glazen pot. Dus er dingen in bewaren of in invriezen. Waardoor je dus niet die extra transport en energie nodig hebt die bij recycling komt kijken. Daarna heb je recycle. Dus die staat eigenlijk vrij laag pas. Nou, recyclen kijken we ook weer wat is de recyclebaarheid van bepaalde producten. Dus glas en papier is over het algemeen beter te recyclen dan plastic. En als laatste hebben we rot. Want als je deze stappen in de juiste volgorde volgt, dan zou je eigenlijk alleen nog maar composteerbaar afval over hebben. En dat kun je dus of in een wormenbak gooien of op de composthoop of in een GFT-bak. Als je helemaal om gaat denken en dus gaat kijken van hey, wat kunnen we eigenlijk eten dit seizoen? Daarmee voorkom je dus ook die hele voedselverspilling omdat je het gewoon van dichterbij haalt en niet alles altijd beschikbaar hoeft te zijn. Als je shampoo op is, ga dan eens kijken van hey, waar kan ik het voor vervangen? En door het stap voor stap te doen, kun je het ook volhouden. Dingen die we niet onverpakt konden vinden, zijn we zelf gaan maken. We hebben nu een smeerbare deodorant die we zelf maken in plaats van deodorant in de spuitbus. Andere dingen die kopen we weer gewoon. Dus bijvoorbeeld een bamboe tandenborstel in plaats van een plastic tandenborstel. Tandtabletjes in plaats van een tube tandpasta. Een shampoo bar in plaats van een gewone fles shampoo. Ja, mensen vragen aan ons heel vaak van, moet de supermarkten niet iets doen? Moet de overheid niet iets doen? Moet het bedrijfsleven niet iets doen? Nou ja, het antwoord daarop is ja, die moeten ook iets doen. Maar dat neemt niet weg dat jij nu daarom dan maar niks hoeft te doen. Als jij juist gaat zeggen, hey, ik ga die plastic rietjes niet meer gebruiken, dan zullen bedrijven daarop moeten inspelen om nog een markt te vinden. Want dat laat zien dat je eigenlijk in je eentje als consument superveel macht hebt.